Het ministerie van OW heeft in de afgelopen periode op diverse straten drempels geplaatst. Het gaat hierbij vooral om drukke straten in woonwijken en nabij scholen, handelszaken en instellingen. Volgens het hoofd van de voorlichtingsdienst van het ministerie, Raoul Swedo, is het doel van de drempels om de snelheid van het verkeer te vertragen. Het is zeker niet de bedoeling dat het verkeer stremming ondervindt. De drempels werken snelheid vertragend, maar hebben niet de functie van een stopbord, geeft Swedo aan. We hebben een afdeling verkeer die zich dagelijks bezighoudt met los van verkeersmeubilair, maar ook de verkeerssituaties. U weet, als het gaat om regelgeving van het verkeer, daar is het ministerie de verantwoordelijke daarvoor. En de uitvoering wordt dan gedaan door de politie, dus de handhaving. En doordat de mannen dagelijks bezig zijn, vonden ze het dus nodig om op bepaalde plaatsen zeker wel drempels te plaatsen. En dan heb ik het meer over scholen, ziekenhuizen, noem maar op, bejaardentehuizen. Het zijn allemaal belangrijke locaties waar je dus inderdaad drempels aanbrengt als men een duivelsgedrag heeft in het verkeer. Maar daarnaast zijn er ook een aantal verzoekjes vanuit de buurten. Want je merkt dat in een buurt waar men 20 moet rijden, 20 kilometer, dat men dan gewoon 120 rijdt. Het zijn dingen die vaker binnen zijn gekomen. We hebben klachten van mensen gehad. We hebben mensen gehad die natuurlijk ook te kampen hebben gehad met situaties waar hun kind het leven heeft gelaten. En daarna toch nog komen om te vragen wanneer we dan een drempeldaal zullen zetten dat er geen anderen volgen. Het zijn zeker gevoelige situaties waar het ministerie aandacht aan moet geven. En dat zijn de uitvoeringen dat we dus nu allemaal doen. Swedo zegt verder dat een drempel het rijgedrag van bestuurders niet zal veranderen of verbeteren. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid, geeft hij aan. Er wordt ook geklaagd op het ministerie of als men me ziet in het verkeer of ook andere collega's. Zeg, ja, we hebben de drempel zo heen. Als ze kraap me wat onder zee en dergelijke. Ik zeg één ding. Wij zijn een organisatie met specialisten. Als je heel voorzichtig erover gaat, zoals het rijden hoort, dan ga je nooit last krijgen van je onderstel. Maar als je er snel over wil gaan, dan gaat je onderstel inderdaad even eraan, maar dan heb je er zelf voor gezorgd. Ja toch? Je hebt er zelf voor gezorgd omdat je gewoon snel over die drempel wil gaan. En daarvoor staat hij daar. Dat je niet snel over een drempel vliegt. Dat is niet de bedoeling. En daarvoor zijn de drempels er. Dus ik zeg nogmaals, met een net rijgedrag of zoals het hoort, ga je wel safe over elke drempel. Tot zover het hoofd van de voorlichtingsdienst van het ministerie van Openbare Werken, Raoul Swedo. Hij sprak over het nut van de drempels die op cruciale plekken worden geplaatst.